Vaak bij de neiging om zo te denken dat dat altijd negatief is. Maar als je er zo over nadenkt, gebeurt dat ook vaak positieve dingen. Het toeval is ook zoiets dat je niet kunt ontlopen. En wij zijn er ook thuis dat het niet dat eigenlijk in hun leven uit het geval staat. En dat het echt niet kan worden. Uiteindelijk gaan er ongeveer 3 vragen gesteld worden, behalve als de quiz te moeiljk is. Als jullie meer vragen kunnen stellen, maar ja, dat is een beetje. Dus ja, goed morgen weer. Ah ja? Ah ja, oké. Ik zal even met jou. 3, 2, 1, start! Hij zag niet open. It's dead already. Is het zo raar dat het Bianca's niet goed zijn? Zeg, wat zit daar allemaal in? Dat ding is niet schijf. Maar nee, jongen, veel papier is gebruikt. Doorgaan totdat die bal gevonden is. Het is eigenlijk een pak in het spies. Ik voel hier plaatjes. En zo van die dingen. Bij mij zit het zeker niet. Alleen maar het is wat beter. Zoeken, maar ik voel hier geen Napoleon. Mijn liefde, het maakt niet uit wat jullie schrijven, het mag in alle talen zijn. Het moet gewoon iets met liefde te maken hebben. Wanneer jullie klaar zijn, dan mogen jullie naar de opnamestudio, waar dat, jullie begeleid worden door, fantastische coaches. Ja. En ja, daar worden jullie gecoacht. En dan mogen jullie dat niet dat zintje in zingen of rappen of... gewoon zeggen, worden jullie begeleid onder muziek, door bijvoorbeeld piano, gitaar, blokfluit. Of juist niet, maakt het totaal niet uit. Maar eerst hebben we een beetje nodig en dan wanneer jullie klaar zijn, dan mogen jullie verplaatsen. Dus veel succes! Laat jullie creativiteit naar de vrije loop. Jullie hebben talent genoeg natuurlijk. Of niet? Mag ik ook drunk in love doen? Nee. Drunk in love. Gaat u ook... Oké, sorry Rihanna voor het opstootje hier. Dit was even een klein ongelukje toeval.
Nu gaan we dus eventjes... moet jij de gitaar erbij of piano? Gitaar? Ik ga de gitaar... Dat is helemaal geen probleem. Ik ga je de gitaar aangeven. Dat is keigoed. Dat is echt typisch Rihanna. Nee, iets wat je moest... I love the way you lie zeggen. Waarom? Rihanna? Ja, ding is, hij heet dan Marshall Rihanna. Kijk, het is een creatieve zone en je kan doen wat je wilt. Of moet ik even... Maar dat is wel rechtshandig gitaar. Ik ben linkshandig. Echte artiesten natuurlijk. Het spijt me, Rihanna. Echt waar, we hadden heel graag aan de mensen voldoen, maar het gaat niet aan de dag. Die op camera worden vastgezet. Toevallig is onze linkshandige gitaar net een stukje aan de dag. Dus bent u er klaar voor of wat u graag eerst even opzetten? Ik weet niet. Okay. Ik doe gewoon iets. Druk ik op start? Jij hebt ook duizend keer. Druk ik op start? Mag ik gewoon zo? Tuurlijk. 3, 2, 1. Ik heb de wilde. Ik ben toch oké, wat doe ik dan? Ik heb de rol. Hier worden elke dag nieuwe en nuttige gebruiksvoorwerpen uitgevonden, waaronder booghaken met zijwieltjes, zelfroterende ijshoorntjes, de baby kruiptuil, sloffer en liek en de bestekpennen. Hier zijn echter ook penicilline en LSD toevallig uitgevonden. Alexander Fleming was dus...